ben Mirjam Hopman en ik kom uit Drunen. En ik maak ijsvogels, paarden en allerlei andere bronzen beelden. En mijn website is www.atelierdepyramide.nl. En ik maak ook schilderijen en ik werk met wat hout en gemengde technieken. Ik maak bronzen beelden voornamelijk. Ik werk ook met glas en met hout, maar hier gaat mijn liefde naar uit, mijn passie. Ik maak paarden, ik maak veel vogels sinds de coronaperiode. En man-vrouw figuren, ze kunnen in de tuin en ze kunnen natuurlijk binnen geplaatst worden. Ik heb mooie hardstenen sokkels, die kunnen in alle maat kunnen ze gemaakt worden. En het zijn vrij realistische beelden. Mijn vogels ook, mijn paarden. En ik hoop dat je ervan geniet en dat ik je ooit nog mag tegenkomen op een van mijn exposities. Dankjewel. Lucas, dit werk wat je hier ziet is van mij. Ik maak keramiek, het zijn schalen en vazen en ook dames en ik werk veel met structuren. Werk, maar ik heb ook wel rustiger werk. Ik geef ook cursussen en ik heb een aantal cursussen gegeven, dikke dameskleien. En vind ik zelf een hele leuke cursus, want het zijn eigenlijk leerlingen die er niks van weten en eigenlijk geen ervaring hebben en die dan helemaal enthousiast worden in een paar avonden. Maar als ik zelf bezig ben, ik kan eigenlijk niet stoppen. En de ene keer is het wat abstracter en de andere keer is het net zoals pauwenveren en vissen. Het zijn vaak motieven die regelmatig terugkomen. En ik ben heel blij dat ik hier ben uitgenodigd om hier te komen staan. Dus leuk. Vond ik een hele mooie kans en de locatie is super. Ja, past helemaal bij mij. Ja, is echt mooi hè. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Dat je meegewerkt hebt.
Goedemiddag, ik ben Mario Cadé, ik ben glazenier van beroep en dat doe ik al 17 jaar. Ik ben sinds een jaar of 10 geleden sowieso bevangen door glas, maar 10 jaar geleden een uitstap gedaan naar een beetje de glaskunst. Wat ik hier eigenlijk tijdens de Route van de Kunst een klein deel laat zien. Het is vooral het glas fuser wat ik gebruik, dus je maakt van stukken glas die los op elkaar komen te liggen, gaat het erover in en dat versmelt dan tot één geheel. Dat is dus het proces glas fuser, waardoor je dus eigenlijk heel diverse dingetjes kunt maken. Daarnaast heb ik nog een kleine uitstap gedaan ook naar het glas gieten en glas blazen. Waar je eigenlijk een beetje naar deze kant zie. Je maakt dan een mooie mal. Ik zal hem een klein beetje omdraaien zo, want dit is de voorkant. Een mal en daar verwerk ik eigenlijk ook weer het glasfuse een beetje in. Maar ik vind het ook leuk om andere materialen daarin te verwerken. Ook een beetje het uiterste op te zoeken. Want glas doet ook zijn ding, zeg maar. Soms ook wat ik niet wil. Maar ja, waardoor soms ook hele mooie dingetjes ontstaan. Ja, wat ik al zei, zo van vooral het glas en lood wat ik veel doe. Maar vooral gewoon mijn glaswerken vind ik gewoon helemaal fantastisch. Mooi. Het maakt het iets heel warms. Ja. Nou, ziet er prachtig uit. Nou, hartstikke mooi. Ja. Ja, dankjewel. Hè. Ja, graag gedaan. Ik ben Suzanne van Hal. Ik schilder. Ik schilder voornamelijk in acryl, meestal dieren. De schilderingen die zijn of op hout of op linnen, katoen. En misschien ga ik in de toekomst nog andere dingen proberen. Ik neig een beetje naar olieverf. Ja, ik vind dat je echt super mooie kleurrijke dingen maakt. En leer je dat ook andere mensen? Ja, dat doe ik inderdaad. Ik geef les op het stuurhuis op woensdagochtend. Dus daar kunnen nog mensen zich voor inschrijven. En ik ga hier beginnen om hier thuis op vrijdagochtend les te geven en een workshop, zo nu en dan. En dan ook dieren? Of, Nee. Die workshops waarschijnlijk wel, maar de mensen die les komen nemen, die nemen meestal zelf iets mee waar ze in geïnteresseerd zijn, portretten of wat dan ook, landschappen. Het is allemaal voorbij gekomen. Ja, je doet het volgens mij echt al jaren, of niet? Ja, inderdaad. Eigenlijk vanaf dat ik klein ben ik al aan het schilderen. Maar zoals dit, ik ben altijd als interieurdecorateur werkzaam geweest. En voorheen was het voornamelijk plafondschilderingen en muurschilderingen. En zoals nu op doek, ja, dat doe ik sinds een jaar of 5. Thank you.
als mensen thuis een schildering van jou gewoon zo op de muur willen, zonder doek? Gewoon... Heel schouder. Ja, dat kun je ook. Ja, dat kan ook. Maar dan het is het wel fijn als ze een beetje dichterbij wonen. Dat ik niet elke dag 2 uur moet reizen voordat ik er ben. Want heel vaak zijn er situaties dat het even tussentijds moet drogen. Ja, dat is dan jammer als ik dan er niet even af kan. Nee, want dat ik een hele dag daar moet blijven. Dat ik moet wachten. Echt voor de vlijmhaar. Ja, voor de vlijmhaar, de bos en omstreken. Ja, nee, klopt. Ja, het is echt. Ik word er heel vrolijk van jouw kunst. Nou, dankjewel. Leuk. Nou, fijn. Dankjewel dat je meegewerkt. Dankjewel. Graag gedaan. Dilma Kant, ik ben kunstenares. Ik schilder grote portretten, portretten in opdracht, naakte of gewoon gezichten. En mijn laatste nieuwe werk is schilderen op satijn. Nou, dat is eigenlijk uniek, want dat doet niemand. Daardoor krijg je mooi de glans die ontstaat. En ik werk met inkt, aquarel, verf, acryl. Ik gebruik bijvoorbeeld hier ook garen in de wimpels of garen in de haren, net als bij die. En als ik aan het schilderen ben, dan gaat het een eigen leven leiden. En dan ben ik zelf ook een beetje zwevende, maar tegelijkertijd heel dicht bij mijn eigen kern. En mensen vinden het mooi en ik maak graag portretten in opdracht. Nou, het ziet er mooi uit. Dank je wel. Dank je wel. Ik ben Hester van Doornen, welkom in mijn atelier. Ik schilder met name vrouwengezichten en dat doe ik al ruim 20 jaar. Vanochtend kreeg ik een vraag van: raak je daar nooit op uitgekeken? Toen zag ik opeens 3 werken waarin je dat heel erg mooi kunt illustreren waarom dat niet zo is. Ik werk altijd vanaf een foto als basis. Alleen maar om de lijnen op te zetten op mijn doek. Om te kijken van klopt de compositie, kloppen de verhoudingen ongeveer. Nou, voor deze heb ik dus 3 keer hetzelfde gezicht als basis gebruikt.
Maar door het veranderen van de ogen, de lippen, het kleurgebruik, bepaal je weer een hele andere sfeer. En heb je dus ook elke keer een ander werk. Precies. Dus zo kun je door blijven gaan. Het ziet er schitterend uit. Ja. Ja.